deel van de werknemers denkt dat het gevolgen heeft voor hun baan als ze hun werkgever vertellen over psychische problemen. Dat concludeert Iris van Beukering, promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Zij deed er onderzoek naar. Goedemorgen, mevrouw van Beukering. Goedemorgen. Waar zijn werknemers vooral bang voor? Nou, werknemers zijn vooral bang voor dat openheid leidt tot het niet meer kunnen doorgroeien naar een hogere functie. 57% verwacht dat. En bijna 70% van de werknemers verwacht dat een tijdelijk arbeidscontract niet verlengd zal worden. En over welke psychische problemen hebben we het dan waar ze niet mee naar voren komen? Dat is een breed graden aan psychische problemen. Dus van lichte psychische problemen naar zwaardere psychische problematiek. Maar kunt u voorbeelden noemen? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand last heeft van ADHD. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand last heeft van persoonlijkheidsproblematiek. En ze willen er niet over praten, terwijl ze er wel last van hebben? Ja, dat klopt. En we vinden dat belangrijk, of ja, we vinden dat zeg maar schokkend, dat veel mensen uitsluiting verwachten bij openheid over psychische problematiek. Omdat we het belangrijk vinden als werkgevers hun personeel gezond en gelukkig willen houden, dan is het belangrijk dat zij hun beleid veranderen van het uitsluiten van mensen met psychische problemen naar het kijken hoe ze mensen kunnen ondersteunen. En vooral omdat we weten dat ruim 43% van de Nederlanders ooit zelf in het leven te maken krijgt met een psychische aandoening, dus dat zelf krijgt. Of andere periodes meemaakt in het werkende leven waar het even niet goed gaat, bijvoorbeeld hè, lichamelijke aandoening kan hebben. Of bijvoorbeeld een periode doormaakt van rouw of een echtscheiding bijvoorbeeld. En we zouden graag toe willen een situatie waar werkgevers meedenken over hoe ze medewerkers kunnen ondersteunen waar het even niet goed met ze gaat. En waar mensen zich veilig voelen om in gesprek te gaan met de werkgever, zodat ziekteverzuim en uitval van personeel voorkomen kan worden. Ja, want we hebben het natuurlijk over dat mensen er bang voor zijn, maar is het ook gegronde angst? Jazeker, we weten ook uit ander onderzoek van de onderzoeksgroep, onder andere onderzoek van collega Kim Janssens, dat 64% van de Nederlandse leidinggevende aangeeft dat ze mensen met psychische problematiek niet aan zullen nemen. Maar niet aannemen is weer iets anders dan dat je al een werknemer hebt die tegen zaken aanloopt, toch? Ja, maar het geeft wel aan dus dat er dus schroom is om dus met mensen met psychische problematiek te werken. En we hebben het hier bijvoorbeeld over hè, de verwachting dat mensen het niet meer verwachten dat ze niet meer kunnen doorgroeien naar een hogere functie. Of dat een tijdelijk arbeidscontract niet verlengd kan worden. Dat is een belangrijke verwachting. En mensen handelen vaak op verwachtingen. Dus waarschijnlijk zullen die mensen dan ook niet meer open zijn over die psychische problematiek. Waardoor ook bijvoorbeeld werkplekaanpassingen niet meer mogelijk zijn. Met alle gevolgen van dien. En waardoor verzuim dus ook niet voorkomen kan worden. Ja, dat snap ik. Alleen u zegt, het blijkt dat 64% van de werkgevers mensen niet zou aannemen als ze ervan weten. Dat is gewoon gevraagd, van zou je dat doen? Maar ik kan me voorstellen dat als je kan kiezen tussen iemand die probleemloos in het leven staat en iemand die zegt van ja, ik loop tegen zaken aan, dat je dan als werkgever misschien denkt van nou, laat ik dan voor degene gaan met wie ik voorlopig even vooruit kan. Ja, ik heb vanuit een soort van risicogedachte is dat misschien enigszins begrijpbaar. Maar wat ik ook heel erg wil benadrukken is dat veel mensen in het, die 43% van de Nederlanders te maken krijgen het ooit psychische aandoening in het leven. En heel veel andere mensen ook met andere tegenslagen in het leven te maken krijgen. Dus laten we alsjeblieft gaan nadenken over hoe we met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat we mensen met wie het tijdelijk even niet goed gaat kunnen ondersteunen. En zodat we dat gesprek met elkaar kunnen voeren om ziekteverzuim en uitval te voorkomen. Ja, daar moet openheid over komen op de werkvloer. Ja, precies. En er moet veiligheid voor zijn om dat te kunnen creëren. En we zien ook namelijk uit ons onderzoek dat Nederlandse werknemers denken dat het goed is voor je welzijn als je jezelf kan zijn op je werk. En dat openheid dus inderdaad dat langdurige ziekteverzuim kan voorkomen. Dank Iris van Beukering, promovendus dus aan de Universiteit van Tilburg.